Het programma Jambers 10 jaar later is sinds het 1 jaar geleden begon uitgegroeid tot een van de meest succesvolle televisieprogramma's. En ik heb goed nieuws voor u. We gaan ermee door tot het einde van dit jaar. Dan is het definitief gedaan en sluiten we een stukje televisiegeschiedenis af. Maar meer daarover later. We beginnen dit tweede seizoen waar we een jaar geleden begonnen. Bij de legendarische West-Vlaamse boer Joël en zijn zoon Mark. De weduwnaar Joël was 10 jaar geleden hertrouwd met een jonge vrouw uit de Filipijnen. Hij kreeg een kindje van haar, maar toen ik hem voor het eerst ontmoette, was hij al van haar gescheiden. Nadien trouwde ook zijn zoon met een Filipijnse vrouw en ook hij kreeg een kindje van haar. Maar ook voor de zoon eindigde het verhaal met een echtscheiding. In de reportage van verleden jaar zagen we dat Joël voor de derde keer was getrouwd. Weer met een Filipijnse vrouw en weer kreeg hij een kindje van haar. En vandaag heeft het verhaal een spectaculaire wending genomen. Joël is hertrouwd met een Filipijnse vrouw. Hij is ook weer vader geworden. Een jonge vrouw, veel temperament. Wat kan je nog meer? Van het leven verwacht, hè? Ik zie dat je een pap komt kort. Dat je een pap krijgt kort. De liefde dat het tot dan niet te stutten is, dat is... Oh. Dat klinkt geweldig, dat klinkt landing in Normandie, dat begint geweldig. Ja, dat is niet meteen zo, hè. Dat is de liefde. Liefde is understanding. Understanding? Ja. Ik hoor begrip. We moeten het in het ook zeggen, hè. Caring. Caring? Ja. En wat is mijn probleem ook? Helping the husband. Ah, ja. Ja, dat is liefde. Ja, wat nog? Seks? No? We zijn Marie, hè? We weten niet. Als mijn wettige huisvrouw, hè? Ik ben haar husband, hè? Heb je volgingen, Lydia? Ja. Zit je maar niet ween? Je ween, hè? Je christen? Ik weet niet waarom. Dat maar op, Mark! In juni 2002 was zoon Mark een boer zonder vrouw. Zijn vader was getrouwd met een jonge Filipijnse. Mark was net gescheiden van zijn Filipijnse, maar hij hunkerde al naar een nieuwe vrouw. Is dat zei goed, weet je? Ja. Dat zeg ik dan erbij slaap, dat Mark niet, hè? Voor mij is ze zien wel, de mensen doen ze me niet. Nee, nee. Maar Mark is minder vrouw, we zullen toch weg, hè? Scheiden vaster. Maar misschien ook geen vrouw. Ja, maar dat is niet zo geweldig, hè? Minder geweldig dan mijn vader. Ik ging altijd in de week gaan dansen, maar Mark doet dat niet, ja. Kan wel. Ik zeg dat hij dom is, jij. Het zijn drie mogelijkheden, hè. Alleen en zo, of naar de Filipijnen gaan. Of alleen in Brummen en een keer naar de mes van plezier gaan. Maart 2003. Zoon Mark is vertrokken naar de Filipijnen. Je moet mijn arm neer, je papa. Papa is oud. Papa, is een beetje je grootvader, hè? Wees gelukkig en blij en dans met mij, Luna Mariana. Rustig, hoor. Ja, ga maar rustig. Kevintje, ga ik proberen mijn schoen toe te doen? Je probering? Toch, dat ik jou hier dat ook uit. Ai, nee, die man. Dat kan al velen, hè? Maar ik kan niet alles. Kijk, ventje. Maar ik ga kijken, hè? Kom. Waar zijn de appels? En waar zijn de ballons? Doe eens een keer aan papa. Kijk. Kom hier, pimpelke. Kijk. 1, het meloentje. 2, de ballonnen. Hier, de tomaten. Joël, zijn vrouw en zijn zoontje leiden een rustig leventje op de hoeve. De jonge boer Mark is al een aantal maanden op de Filipijnen om er een nieuwe vrouw te zoeken.
Intussen geniet Joël van zijn vrouw en zijn nageslacht. Wat kan een schoon kindje? Ik zie dat Van Eckes moet geen DNA-proef doen. Hij heeft zijn platte neus, denk ik. En je nog tamelijk een groot toon. Het zal wel een van... En zijn oor is zo zwart niet. Dat is een krust. Ja, moet je geen DNA doen van die. Het zal wel van mij zijn, hè. Je niet zeker? Ja, ik zit zeker. Ja, maar ja. De vrouwen die dat weten, hè. De man peist dat uit zijn boek. Uit zijn broek om, maar is dat alles iets op zijn boek, hè. Dat is waar, hè. Zijn we er gelukkig, niet, Lutje? Wat zei je? Ook niet tenderd. Ja. Ontstel eens, we zijn gelukkig, hè. Lekker of geen roos, hè. Ja, moet er geen roos, hè. Ja. Dan kan dat, hè. Zijn er ook velen die weer de deuren gaan van de ouder man? Ja. Weet ik niet waarom. Ja. Onze deuren gaan, ja. Ik ga dat niet aan doen. Hij mag heel hoop verdriet en dan bras, ja. Waarom daar? Geen liefde niet meer. Ja. Dat is allemaal terug een liefde met hij, onze deuren gaan. Ja. Maar ja, het er eens een liefde geweest. Waar onze deuren gaan. Ja. Ik weet het niet. Wat is liefde? Niet eens dat. Ten eerste vetten. Nee. First. En dan moet je het eens zo doen. Zijn ze dan zeggen, liefde, het is een jonge plant dat hij plant. Ze roeit en ze bloeit. Het gebeurt ook dat ze verwerkt. Ja. Ik weet het niet. Liefde raar gezien, niet, je man en je broer? Dat liefde is elkaar gaan zien. Ja. In vrolijke en in moeilijke dagen. Ja. Mooi. Wat is het toppunt van de liefde? Ik denk het altijd dat dat seks is. Toppunt van de liefde. Hé, hey, wat je denkt? Overal? Overal, ja. Mijn os? Ja. Een vrouw die kreunt. Dat is het toppunt van de liefde, denk ik. Op een dag verneemt Joël dat zijn zoon op de Filipijnen eindelijk een vrouw heeft gevonden en dat hij er zelfs is getrouwd. De vader kijkt nu uit naar de terugkomst van zijn zoon en naar zijn nieuwe schoondochter. Mark is zo'n keer naar de Filipijnen voor een vrouw. Je bent vertrokken de 4 december, hier in Brussel. Ja, ja, we zijn in 2 april. Voor de eerste tenminste. En nog ons van die weer. Het kind dat naar weer komt, een 3 april. En ja, je hebt er getrouwd, maar je had die vrouwen nog niet mee. Ze gaat er alsjes achter komen, geloof ik, 19 mei. Ik weet niet wat het woord is. Van het zien, hè. En ja, ze gaat dan naar hier komen, hè. Ik hoop dat nou ook zo gedaan, hè. Maar ik heb ze nog niet gezien. Just op foto. De nieuwe vrouw van Mark blijkt een schoolvriendin van Lydia te zijn. Alle dagen bellen Lydia en Joël om te weten hoe ver het staat. Hé, nog Mark. Is Mark. Wat is dat, Lydia? Het klopt eerst. Hallo. Les. Ah, Les. Samen kakanon. Waar? Ah. Sure na ka Les nga mo abot ka direga April 18. Ah, May o May 19. Oh. Ah, sure na na. Oh. Ah, nas Mark anak ron? Nas Mark anak ron? Mag-istorya ko diyang papa. Hallo. Ah, Marske, that's your well. Mag je er aan snuikel? Mag je er aan snuikel? Ja, zeker. Lydia, vrouw, vanmorgen aan. Ja, zeker. Yes. God bless you, Mark. God bless you, Lydia. Ja. Mark, tot morgen, hè? Ja, dag. Dan gaat dat geen probleem geven. Met wat bedoel probleem? Rosima, of wat? Ja, dat ze bijvoorbeeld meer gaan kijken naar mij of naar Mark. Mooi. Waarom? Die Filipijnse, ja. Dat is een jonge vrouw. Ze gaan misschien zien hoe ik aangelegd ben. Mama. Had dat geen probleem geven? Nee. Twee jonge vrouwen hier aan tafel. Nee. Twee jonge vrouwen rond de watersteen. Is bitter, hè? Lisa wassing de kleer voor Mark. En ik koking misschien, hè? Twee vrouwen helpen, Susan. Ja, gaat dat niet vechten? Waarom vechten? Ik weet het niet, hè. Dat is speciaal, zeker twee Filipijnse vrouwen. Ja. Speciaal. Hij had te hard in school gezeten. En kwam je in ruzie of kwam je niet in ruzie? Nee. Zo'n vrienden. Vrienden? Ja. Ah, ja. Op 3 april is de grote dag aangebroken. Vandaag komt Mark terug uit de Filipijnen. Hij is dan wel getrouwd,
Maar zijn vrouw zal er nog niet bij zijn. Zowel de zoon als de vader kijken er naar uit om elkaar terug te zien. En ik ook. Hier ik nog mee. Ah. Het is een vermogen. Ja. Ik kan nog voorzien van 4 maanden. Dat is ding, hè. En al dat werk. Dat is in de maand april. Hij kwam nog niet naar Roussel. Ze hebben berichtjes en hij dan nog wel de bloem. Is het wel? Doe het. Ja, zijn we zijn gisteren dat berichtje. Super, heel lief. En dan wil je een zakje tegenkomen, Olie. Hoe is ze? Op het gebied van seks? Dat is goed. Kun je er aan snuggelen, ja? Wat? Kun je er aan snuggelen? Ja. Zijn tachtig popcorn? Ja. Hé? Ja. Was ze direct verliefd op je? Ja, is. De vader was niet... Oh, niet direct akkoord. Want Sander als je wat akkoord. Was ze een beetje drinken altijd? Nee? Zus zei dat... Mijn dochter Pio is in België. Vergeet me niet. Met al een paar keer gezegd. Maar ik vergeet hem niet. Hem niet vergeet. Wat bedoel je? En de moeder niet vergeet. Moest je een goedje lezen worden of haalt zijn of... Ja, wat? Een beetje... Een financiële bied zeker. Want twee managers mogen onderhoud niet. Ik zou dat niet mogen. Niet vergeten. Ja. Tijdens de rit van het station naar de Hoeve hebben de vader en de zoon elkaar veel te vertellen. Beide zijn kenners in zaken jonge Filipijnse vrouwen. Eerst hij en dan een bad gepakt. Meneer dat? Deed John dat ook? U was? U was? Mooi was. Van je hoofd tot beneden. Ik was zo niet bloemen. Ja, maar deze dan, Lydia. Zet een auto. Zet een auto. Ik had dat niet voor toen, vind je? Ben je dat stap voor doen? We zei dat niet, maar zet dat alle dan. En is ze al zwanger? Nee. Pak ze de pellen? Ze pakt geen pellen. Maar niet zwanger. Dat is er ook. Goed, maar niet zwanger. Het zit al ik waard in, heb ik gezien. Hè? Ja? Ja. Die ene pedaal met haar over schuim. Maar ja, ze waait een beetje Guido zit maar anders, ze werkt dan niet meer. Oh, weet het niet. Hm? Laat er niet meer zin, hè. Kom, Ben. Ah. Ah, ja, Mark. Lydia. Hoe is het in de Filipijns, Mark? Goed. Eh? Ik heb het goed gesteld. Ja? Oh, ben bekend. Maar ik zie niet eens goed. Ah, Lisa, hoe is het? Stip goed, was stip vrienden. Je zult hem morgen. Ja. Zeker verdekt of vermoord? Beetje vermoord. Een beetje op veel. Minder 15 kilo, misschien 20 kilo meer. Dat ik in die ene concentratiekamp zit en de kampen van Buitenwal. Wat je denkt, 20 kilo? Ik weet het niet. Ja, allemaal gepoept zeer of wat is dat ermee? Ja? Ja, met z'n kloot. Kevin, zeker. Hoe is dat? Met z'n kloot in de wallen gezeten, nog niet zeker? Dat moet je eerst even roeien. Kevin, je onkel is hier. Ja. Onkel is hier, onkel Mark. Marcos. Ah, ja, op de Hoeve gaat het leven meteen weer zijn gewone rustige gang. Maar voor Mark kan de tijd niet snel genoeg gaan. Hij verlangt naar zijn jonge bruid en hij kijkt vol ongeduld uit naar de komst van Lisa naar België. En vader Joël brandt van nieuwsgierigheid. Gaat u maar. We vertellen nog een beetje van de Filipijn. Ah, ja. Is er bijna nog zo voor? Dat er gewoon een beetje kreeg. In de municipality, daar in januari, dat er een beetje kreeg. Waarom? Dat haar dochter trouwde. Ja, ze trouwt. Dat ze een beetje louter gaan wassen vandaag. Lydia is een stippe vriendinnen van haar. Als mijn vader niet moet trouwen met Lydia, dat ze ook niet ging trouwen met mij. Dat is ook gezegd. Niet met mij? Nee, nee. Maar het is een stippe grote stap vooruit, omdat mijn vader getrouwde met Lydia. Dat is... Zekerlijk 50% op 100. Oei. Ik ben blij. Lisa, kom. Waarom? Omdat iemand kan zorgen, ook Mark. Mark heeft videoopnamen van zijn huwelijk meegebracht uit de Filipijnen. Ze worden door iedereen met aandacht bekeken. Thank you very much. Het is een korte nek, hè? Zou geen horden moeten dragen. Beetje dikke neus, hè? Beetje boelie achter. Of zat een beide thee? Ja. Kijk, ik ook een dikke neus. Ja. En hier ook? Ja, ho. Nou, die.
Lekker neus. En dan warmer. Ik zei, mijn vader zal de cassette bekijken en ik zei, hij zal ze blameren. Nee. Oh, kortspray, niet goed. Heb je ze nog niet gezien, vind je? Kijk, nu ook, zie ze ook niet. Nee. Hij zegt, ze lacht niet. Kijk hoe goed dat ze lacht. Kijk. Daar. Waarom niet lachen? Ze lacht wel. Met een bril aan zie ik het of zie ik het niet. En anders zie ik het ook niet. Ook de 25 jaar oude Bella heeft een en ander meegemaakt op de hoeve. Maar vertellen kan ze het helaas niet. Dat is het voorrecht van Joël. Ik hoop dat Lisa zo goed gaat zijn of Lydia. Hè. Ja, dat ze goed gaat zijn. Ja. Heeft er die goed zijn voor de seks, heeft er dan die goed zijn voor te werken. Nou, ja. En hoe het goed is, ze moet maar weer aantrappelen. Hè. En ja, ik kan weer gewoon niet. Van derde keer dan de hoekje zeker. Ja. Je hebt er al twee gehouden. En terwijl Joël en zijn jongste zoontje op het land werken, filosofeert zijn oudste zoon Mark over de liefde. Echte liefde is elkaar hebben zien. Als je vraagt voor een keer ergens naartoe te gaan, dat je vrouw mee wilt, dat ze vriendelijk is, dat ze niet altijd kwaad is, dat ze een handje wel mee helpt. Het hoeft over een... Het moet geen slaven zijn dat ze dag en nacht moet werken, dat niet, maar dat ze een beetje mee helpt met de man. Dat ze tamelijk goed eten maakt, dat ze de menage doet, een beetje kussen en kleren het was. En dan mag de seks niet vergeten ook. Hij behoeft het voor seks, dat ze niet iedere keer zegt, ik heb pijn aan mijn hoofd of mijn hoofd staat er niet naar. Of dat ze niet zegt, vandaag niet, morgenavond. Dat ze nu en dan een keer seks wil met u. Dat is echte liefde. Mark bewerkt het land met kalk, zoals zijn vader het deed en zoals diens vader het deed. Hier is in generaties niets veranderd. Maar één ding deden de boeren vroeger niet. Trouwen met vrouwen uit de Filipijnen. Ik vind het dat in de Filipijnen gemakkelijker gaat voor een vrouw te vinden dan voor hier. Voor hier... als je naar de bal gaat, als er een schoenen zit, zit je bij. En ja, een lelijke moeite niet. Hè. En als je een appartentie zet... Als je er naartoe gaat, ze zijn vriendelijk en je trakteert ze hier en je ziet ze een tweede keer weer, maar je ziet ze geen derde keer weer. Ze vinden te ver of ze zijn niet gereed voor een relatie of hun hoofd staat er niet naar. Hun er ook. Die mensen zijn niet veel en ze weten van niet veel en zo. Ze zijn niet veel eisen. De kop van de jonge boerenzoon staat de laatste weken meer naar de liefde dan naar het werk. Hij wacht nu al een paar weken op de overkomst van zijn jonge vrouw en het wordt tijd dat ze arriveert. Op zijn kamer brengt hij alles in gereedheid om haar te ontvangen. Veel weelde is er niet, maar op de Filipijnen is het nog veel erger. Het hadden heel aanpassingen zijn voor haar. Ja. Het leven is heel anders over in de Filipijnen. Het is meer vriendschap, de mensen babbelen meer tegen elkaar. Hier snappen de mensen kijken allemaal naar hun televisie en ze sluiten hun deur en moeten niet versnauwen. Maar het is een groot voordeel dat Lydia hier is, een goed vriendin van Lisa. Het was al stief goed dat ik Hunter was met ik en Lisa. Ik hoop ook het diepste van mijn hart dat het ook goed is, als dat hier is. Ik ben niet gelukkig alleen in het leven. Het zijn mensen niet gelukkig zijn alleen, maar ik niet. Voor een vrouw het einde. Op 19 mei 2003 vertrekt de familie Martin naar de luchthaven van Zaventem. Lisa heeft van Mark geld gekregen om een ticket van Manila naar België te kopen. Ze heeft beloofd dat ze vandaag zal arriveren. Ik voel me heel goed. Ik ben blij dat ik achter Lisa ben, achter mijn vrouw. En dat de visa in orde is, dat ik geen jaar moet wachten, of meer dan een jaar. Dat zijn de vierde vrouwen, hè, dat vader en zoon gaan knippen in Zaventem. Ja. Ja. Zijn er misschien nog die er meer houden, maar ook. Bij ze liggen ook dan moet ik al een beetje in het record zetten en recordhouders zijn. Dat kan wel, hè. Maar ja. Maar nu heb je de beste geniet in de Rossa nog die meer presteren en doen. Hè. Ah, hier zijn. Oh, ik kijk de vlieger voor Manila. 10 uur. Een klein beetje geduld. Wat zijn vader een jaar geleden meemaakte, maakt Mark nu mee. De angstige spanning of zijn vrouw al daar niet zal komen. Nog niet geland, Lydia. Nog niet? Nee. Ik ga daar blijven voor te kijken naar de
moment dat ze komen, zeg, het moment kwam van te vertrekken naar de Filipijnen, maar ze zijn te ontmoeten en van te trouwen. En nu zeg, is de grote dag gekomen. De mooiste dag van uit mijn leven. Ik hoop dat het voor altijd goed is. De passagiers uit Manila stromen toe. Vorig jaar stond Chauvel hier te wachten op zijn vrouw Lydia, maar zij kwam toen niet. De hereniging volgde pas maanden later. Die teleurstelling moet Mark gelukkig niet meemaken. Want hier is Lisa, de nieuwe mevrouw Mark Martin. Lisa, hier, voor jou. Waar is Lydia? Hier, denk ik. Bloem voor jou. Lisa. Thanks. Ik kom het morgen. Ja? Ja. Ja. You are lucky, Mark. Wat is dat? Hi. Mark, gelukkig, ja. Ik ben de vader. Mark, gelukkig. Naar de bier. West, hoe is de vlees? Welkom to Belgium. Ja, welkom. Was de rit fijn? Is fijn, hè. Bent je waar, Lisa? Ja. Ze is brunder of hier, hè? Bruinder, hè? Ze is warm in de Filipijns, hè? Ja. Ah, ja. Koud hier? Ja. Ja. Lees. Ah, ja. Je koud hier? Heb je koud? Ja. Wat is dat? Oh, Lisaatje. Een katje. Zo veel? Voor datzelfde? Dat is geen probleem. Geen probleem. Dat is dan met de roon. Maar, waarom? Als ik het niet zie, waar ze dan kwam? Ik zie. Jo, hier zie. Ja. Jo, willing baby's met Mark? Ja. Jo, al prenet? Nee. Niet onmiddellijk. Nog lang te wachten. Als ik gelukkig. Grootvader, hè? Grootvader. Dat is de familie. En na de kennismaking kan de terugreis aanvangen. Een West-Vlaams dorp wordt de nieuwe thuis van Lisa. De Filipijnen zal ze voor altijd moeten achterlaten. Ja, ja, nee, Mark. Mijn er nu twee. Beetje. Lisa, al was je verzin? Is verzin, hè? Verzin? Ja. Yes. Dat is very goed, very goed, very good. Is Mark Potkop geweest, hè? In de verzin. Nee. Hij hey, hittert je op mijn kaartjes, joh. Is dat niet? Yes. Aan de lange reis is een einde gekomen. Voor Lisa wordt dit de eerste kennismaking met haar nieuwe omgeving. Hier zal ze moeten leren thuis zijn. Haar eerste stappen op West-Vlaamse bodem vervullen haar met emotie. Lisa prijst zich gelukkig dat haar vriendin Lydia haar kan begeleiden bij de kennismaking met haar nieuwe huis. Dit is de huis van Mark Martha. En Lisa Martha. En Joel Martha. Allee, kom. Lamien, boek. Lamien. Breng peanut. Peanut kisses in Philippines. Peanut, wat is dat? Is het van mij? Ja, is mee in Basila. Oh, dat is very goed. Wat vind je van mijn vrouw? Nou ja, goed. Vinden ze nog goed. Ze is een beetje groter dan mijn vrouw, hè? Hmm. En haar haar staat een beetje dikker op haar kop, ho. Met een oog kontje, ho. Er zitten weer twee poesjes. Er zitten twee nieuwe dufjes op het dak, ho. Maar eentje dat kon en dat, en ze gaan elkaar... Ze gaan zeker wel elkaar gelukkig zijn. En ja, wezen dan ze er wel gaan doen, hè. Ja. Zien dat ze niet wegvliegen, hè. Lisa, Lisa. Wat? Had het oké zijn, je denking hier, in de house, ja? Ja, wil je oké zijn? Ja.
Ik heb de vrouw trouwens, ja. Very okay. Geen probleem. Of van Noordzee landingen zijn in Normandie. Doe het nog niet vol, nee, maar het had al drun hier zeker te maken. Ja, ik hoop dat niet instort. Het is al goed. De volgende ochtend herbegint op de hoeve het gewone leven. Vanaf vandaag zal dat ook het leven zijn van Lisa. En dat samen met haar man Mark. Ze zal met hem lief en leed moeten delen. En ze zal ook moeten leren werken op het land. Gelukkig heeft ze nog haar vriendin Lydia. Het werk op het land gebeurt onder toezicht van boer Joël. Vandaag moet iedereen helpen bij het planten van tabak. Voor tabak te planten hebben we nog niet te veel buk en tat in. Ze kunnen er niet stuk, maar ze mogen ook niet te groot zijn. Pijzen dan de Filipinootjes. Ideale vrouwtjes zijn ervoor, nee, maar ja, mogen niet te kort zijn. Lisa zal moeten leren werken. Want de oude boer is streng, veel strenger dan zijn zoon Mark. Maar er is maar één baas op de hoeve. Lisa. Lisaatje. Hij moet het, moet zijn, hè? You're asking to me. Nee, no ashamed, maar. Ze is wel goed door baaslijk, ze is er het eind van. Pijs, ja, je weet dat nooit, maar je dat nooit zijn, maar pijs dat kan gelapt zijn ermee. Ik heb hier maar in de Filipijnen geweest, ik zag dat er water in zat. En haar ouders, haar vader en haar moeder zijn boer. Ja, ze gaat goed. De twee boeren zijn trots op hun jonge vrouwtjes. Het gezin doet alles samen. Werken en ook winkelen. Lisa gaat voor het eerst naar het dorp dat vanaf nu het hare zal zijn. Op de openbare markt herkent ze een stukje van haar vaderland. Inkopen doen blijken de meisjes bijzonder leuk te vinden. En iedereen hier kent Joël en Mark. Niemand is verwonderd over het opvallende gezelschap. Hoe voel je eraan? Hoe staan ze dat tegen stinkvet? Oh, is dat wikkel die dat klein? De boeren houden er weer in de Filipijnen. Nee, als ze op de markt zijn en dan ze een stinkvet kopen. Lisa ook. Lisa ook, ja, ze is gelukkig. Maar ja, ze zijn hier, ze zijn vrolijke dagen en... En zijn warme nachten met Mark en we hebben kussen nog meer van het leven verwacht. Nee? Vrolijke dagen en warme nachten. Dat is alles dat het leven geven kan. Nee? Het is uiteraard één dag, Mark, maar in de Filipijnen is het alle dagen market. Iedere dag. Moet overkocht zijn in de markt. Nee? Ja. Al langs de markt. Nee? Every day. Iedere dag. En dus moeders met de drank kwam de dochter mee, ook rondkijken achter een vrijer, ja, voor de rand te gaan. Maar ja, ze trouwen niet meer, hunter in de Filipijnen, ze stecht niet en zin meer. Ze vrijen zo aan het wijden, ja, link de koekoek. Ook in België, dat komt ook in België. Hier wordt nog zo bij een stoon op de markt, mijn kramtje, Lydia. Ja, ik wil dat in de Filipijnen. Ja, wat verkoop ik jou? Toma. Ja, een kleintje, zie je, hier, kleintjes. Toma, onions, garlic. Je kan garlic, En... Wat dan de ander? Ja. Ik vergeet niet meer. Ja. Let's go, kom een beetje leer. Ik zal planten in de mountain waar ik woon. Toma. Voor een beetje zak voor deur en zoals gebruiken. Een beetje voor stinkvis. Ja, en ook een beetje voor sminking. Mis je dat? Ja, ik mis. Ja, ik hier in België. Wat ik doe. Zo, boer. Farm work. Een paar weken na de aankomst van de Filipijnse Lisa in West-Vlaanderen is het leven van het gezin Martin in de normale plooi gevallen.
De peetvader geniet van zijn status. Hij heeft zoals altijd op iedereen en alles kritiek. Nee. Maar ik ze met haar hand. Ze zet dan met haar vingers in haar oren. Ja. Waar zet ze allemaal nee. Niet in met haar hand? Het is proper, hè? Ja. Niet saldi voor jou, hè? Wat is dat? Wat moet nemen? Wat moet hij hebben? I say to Mark, you wash your hands before you eating and before you sleep, you take a bath, and you change your dress. Is it okay? Ah, dat is niet zo. You dry and altijd. Wat? Tissot. Tissot, wat is dat? De tand. Die tand heb ik doen in de Filipijnen, maar als je niet kan inheden van pijn, wat dan? Je smijt het achter de vogels al, je hebt wat meer als je zet. Je weet, every day dat we zijn dromen, every day. Maar mag je een muis uithalen? Sometimes uithalen, Lisa? Wat? Uithalen. Uithalen, maar. Ja, uithalen. Sometimes? Ja. Ja. Maar wel naar je vrouw luisteren, vind ik hem, maar. De man moet ook een beetje vrijer dan. Oh, moet niet. Niet te streng zijn. Ja, als ze maakt dat je deftig gekleed bent, dat is toch een goed punt hè, voor de vrouwen. Ja. Op een hoeve moet er worden gewerkt. Om dat te leren hebben de Filipijnse meisjes weinig tijd nodig. Het gaat gelukkig om eenvoudige taken, zoals het bevestigen van tabaksbladeren op een spies om ze te drogen. Work is work, if you need work. Ook niet screen. If you altijd alleen lying in de zetel, kijken naar televisie. We even naar you for eating. Niks ook. Ja. Work. Hard work. En zoals altijd is het Jovel die de zaak in het oog houdt. Hij is de baas, hij geeft de instructies. In het West-Vlaams en ook een beetje in het Engels. Voor de tol is het absoluut geen probleem. Want ze verstaat al, kan niet zeggen, stip goed, maar ze verstaat al tamelijk goed Nederlands. Ze is veel rapper voor aan te leren of ik aan mijn vader te horen. Dat is geen zulke miserie voor te spreken. Maar ze spreekt me om weg hoor. Veel tegen elkaar en dekker ze een beetje te veel tegen elkaar. Dan is het dan te weinig aandacht zal zijn voor Widder. Oh, mijn vader, vrouwen voor mijn vader en mijn vrouwen voor mij. Oh ja. Ze kunnen al vertalen dat ze weinig van Widder, om Widder niet verstaan. Hè. Ja. Misschien met die dat ik nog een Filipijn spreek. Van de schaarse momenten dat ze samen zijn zonder hun mannen, profiteren de meisjes om te praten over de Filipijnen, over hun familie en over hun gevoelens. Junahan kumutaba sa pamilya para malipay sila para ako mga manghod makakuha sa tas-tas nga mahumana nila. Nga si Marsa ni promise na ko nga mo tabang sa kong pamilya. Okay siya. Nga kung dito ta sa Philippines, mamayra kay sweldo. Nga hindi mas makakuha man ta diri og binta kung ta sa Philippines. Sa Philippines nagtrabaho ko 22 per hours. Nga kamayra kayo. Ma. Dus dan mist uw familie ze baan nu aan het tonnetje. Ja, dat is normaal. Maar als je hier een einde kan zien, dan gaan we wel een beetje het verslit. Ze mist niet eerst uw familie in het begin. Opeens achter een jaar of achter twee jaar, dat ze wel dat ze minder uw familie gaan missen. Ja. Het
Het is automatisch zo dat je in ver bij land zit en als je een beetje je familie mist. Maar dit gaat er wel uit verslind, denk ik. Een beetje met de keer. Nga open bitaw, okay jud sila. Sila kay lisod. Lisod nimo pasabton. Usahay, hindi ko kasabot. Usahay, maayo. Usahay, dili. Palito pang asabot. Nga tayo sa... Muna. Muna yung ikon. Nga loko. Saisan, maging mag-adjust po ko siyang batasan. Kung sa siya, kasabot pa. Kahit tuwa pa may tuman siya, nagtipo dire. Saan? Ang ilang inistoryahan, isang kristalan sa abdon. Uso pang ilang klima dire, lahi sa Pilipinas. Perti Tugnawa, sa Pilipinas, perti Inita. Ako na anad. Pero karong nga-adjust lang ko nila kay tuwa. Pag ako'y 2 months di rin, iabot. Okay ba ang sa sila? Ano, kaya kuwala. Mendo to ano. Susahto sa halaga hit? Ik ben niet al loom dan ze zeggen, nee, man. Daar heb ik het er tegen, Mark. Ga er nu op, kruip mijn schoenen er tegen. Wat is er jou tegen? Maar dan heb ik mijn ook niet naar zijn familie. Ik heb ook een stand aan. Ik heb ook een 18 uur van de Philippines naar Belgium. Ja, ik ben super gelukkig. Ik heb een goed vrouwtje en nog een kindje later. Dat is al wat ik wil. Dat is al wat ik verlang in het leven. Onder jou zo. Bouw. Oké, bouw.